Iedereen dacht dat villagers maar een saai leven had, maar wat niemand was... wat niemand wist was dat de kerk... Niet hierin springen, oké. Okay. Niemand had maar wat niemand wist was dat de kerk... Yo mensen van Cutie Gaming, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe map van een kijker. En ik hoop dat dit de laatste video is zonder facecam. Want geen facecam, want camera leeg en het is heel moeilijk om hem op te laden. Want dan moet helemaal een stopcontact en dan moet ik weer een kabeltje voor hebben. Maar ik hoop dat het wordt opgelost. Dat is een commentblok. Dat ziet er best cool uit hier. In ieder geval, hoi Daphne, ik heb deze map speciaal voor jou gemaakt. Dat mag ik hopen. Jouw skin. Ik ben Ben en ik ben 11 jaar op dit moment. Hallo Ben. Ben is 11, jongens. Minecraft naam, Rare Ben, YouTube. En ja, ik heb ook een YouTube kanaal. En ik denk dat dat je YouTube kanaal ook is. Je mag een game met 1 spelen. Je mag Weather Clear en Timeset D gebruiken. Deze map is gemaakt in 1.10. Geen idee of het uitmaakt. Alles wordt automatisch gedaan. Oké. Okay. Penguin, wat? Klik hier voor game mode 1. Oké, okay. Wat hebben we hier? Als je klaar bent, klik dan hier. Oh, hij heeft ook echt een penguin gemaakt. Die heb ik nog niet eens gezien. Jezus. Ik ben echt een beetje blind, jongens. Help, draai om. Ga naar de kerk. Waar mag ik niet hierheen? Ik wil hierheen. Ik wou zeggen, wat is dat? Maar dat is de penguin, denk ik. Oké, ga naar de kerk. Waar is de kerk? Hoe ziet een kerk eruit? Dat is de kerk, denk ik. Het heeft gesneeuwd, jongens. God toch god. En ik denk zelfs dat Ben de sneeuw zelf heeft gemaakt. Is dit de kerk? Ik hoop dat dit Oké. Iedereen dacht dat villagers maar een saai leven had. Maar wat niemand was... wat niemand wist was dat de kerk... Niet hierin springen. Oké. Niemand had maar wat niemand wist was dat de kerk... Waar is het volgende bordje? Oh god. Dat de kerk een achtbaan was. Kijk achter je. Oh. Oh. Gaan we dit doen? Oh my lord. Bye. Niemand wist dat de kerk een achtbaan was. Zelfs ik wist niet dat de kerk een achtbaan was. Oh god. Oh mijn god. Jongens, hier gaan we. Oh my god. Maar dit is de kerk niet meer. Ik sta overal penguins. Ik ga tussen beentjes door. Hi. Godverdikkie. Oh. Oh, dat is een schaap, denk ik. Oh god, we zwallen weer. Waar gaan we naartoe? Einde. Klik hier om verder te gaan. Oké. Wat hebben we hier? Ingang buiten glijbaan. Loop de trap op voor de glijbaan. Ben je klaar? Klik dan hier. Oh, je komt weer hieruit. Oké. Oh god, dat gaat snel. Jesus. Oh, ik vind wel een leuke map. Het is niet echt een parcours of zo. Het is meer gewoon een leuke map waar ik dingen kan doen. Dat vind ik leuk. Want een map van een kijker is niet per se een map waar ik iets... Waar ik daadwerkelijk ook dingen moet oplossen of zo. Je hoeft niet per se met een boot. Maar ik wil wel met een boot. Roll. Oké. Okay. Oh god, jongens, we zijn aan het roeien. Ik kan niet roeien. Oh god. Oh! Deze boot gaat hard. Oh god. Kijk die roeipaddelspaantjes. Oh mijn god, hoe kan ik zo hard? Kijk dan. Ik ga ook legit hard. Met het bootje. Hoe ga ik eruit? Shift. Ik weet totaal niet wat Minecraft is. Ben je klaar? Klik dan hier. Ik ben zeker klaar, Ben. Oh, we hebben een quiz. Leuk. Oké. Wat is mijn naam? Ben, Bente of Benjamin? Ik denk dat je naam Ben is. Tenminste, geen Benjamin. Oh mijn god. Oké. Vraag 2. Wat is het... Wat is dat blok voor... Wat is dat blok voor je blok? Oh, dit. Dat is... En dan sluit je volgens mij dat rozige. Nice. Oké. Okay. Laatste vraag. Is tomaat een groente of een fruit? Dit is echt zo'n kutvraag. Volgens mij weet niemand dat. Ik denk dat tomaat een groente is. Oh god. Had ik het goed? Een doolhof, jongens. We komen nu in het gebied dat we wel iets moeten doen. Oh mijn god. De doolhof is trippy as fuck. Jongens, als je epilepsie hebt, kijk even niet. Ik weet het, de dolf was niet heel moeilijk. Oh, dat was hem alweer. Oeh, waar zijn we? Parcours. Parcours maar naar boven. Met Game Mode 1 kun je terugvliegen. Dankjewel, Ben. Ik apprecieer het. Oh mijn god, jongens. Parcours is nog nooit zo makkelijk geweest. Oh, wat?
Jump boost. Wow. Oké. Wow. Oké. Oh god, mijn jump boost ging weg. Volgens mij had ik dat sneller moeten doen. Nou, woep. Oh god, jump boost. Ja. Verder gaan. Klik dan hier. Leuk die pumpkins. Zo lekker rond Halloween. Ook al is Halloween al geweest. Ik zou het leuk vinden als je ze allemaal bekijkt. Loop eens helemaal naar rechts voor het einde. Mocht je last hebben van dieren. Oh. Heilig zwaardje. Dat is een diamond. Oh, dit is wel een coole pixel art. Even kijken, wat is dit? Een golden ingot. Oh. Een appel. Nou, de apple. Een smiley. Oh, die is cute. Als een apie. Wat cute. En een watermeloen. Ik vind deze leuk. Oh mijn god, zie ik hier nou gewoon een wortel? Zie ik hier nou gewoon een volledige uil? Kijk even jongens hoe gaaf dit eruit ziet. Oh my god. En natuurlijk de penguin. Weer een penguin. Je bent klaar. Oh, als je... Oh, klik hier als je klaar bent. Kijk, ik spring automatisch omdat hij hier opening ziet. Maar daar kan hij natuurlijk niet doorheen. Maar mijn poppetje denkt van wel. Wat is dit? Dit bordje kan hier net zo goed niet staan. Hier wat vuurwerk. Einde. Like deze video, subscribe op Cutie Gaming en Rare Ben. Zeker doen jongens, het is het helemaal waard. Wat zit hier? Oh, ik mag zelf... Oh, ik mag zelf vuurwerkjes afsteken. Oh, zijn er ook andere kleurtjes? Of dat niet? Oh nee, ze zijn allemaal regenboog. Vind ik helemaal niet erg. Ik vind het leuk om het zelf te doen, want dan kan ik lekker spammen. Kijk, zo prachtig. Wacht. Time, set, night. Kijk. En nu is het gewoon in één keer een heel stuk mooier. Oh, dat is gaaf, hè, jongens. Dat is echt heel gaaf. Wil ik even de map bekijken van boven? Als ik heel eerlijk moet zijn. Ik vind vooral deze pixel art echt super gaaf. Ik vind die uil zo cool gedaan. Alleen van deze kant voelt het alsof ze verkeerd staan. Dus ik ga van deze kant bekijken. Kijk dan eens even. Gewoon daar, dat je daar de moeite voor in steekt. Ik heb zelf heel veel pixel arts gemaakt. En ook echt gewoon enorm grote pixel arts. Van echt 500 bij 500. En ik weet hoeveel werk het is. Dus ik weet hoeveel werk er ongeveer in dit gedeelte alleen al zit. En ik vind het echt super tof. Maar kunnen we even naar de start? Even kijken wat is hier. Oh, dat is het einde. Ik denk niet dat we terug kunnen naar de start, jongens. Help. Is dit misschien het ravijn met de parcours? Ja. Oh, daar is het doolhof. Ja, ik heb het allemaal gevonden, jongens. Oh, kijk dat doolhof. Dat ziet er zo trippy uit als je van boven kijkt. Echt waar, dat is echt niet normaal. En alsnog loop ik de eerste meteen al verkeerd. Dat is inderdaad een kort doolhof. Ja, een kort mapje ook. Maar ik vind de uiterlijke verzorging van de map er super uitzien. Ik weet hoeveel werk er in pixel art zit. Dus ik weet hoeveel werk je in deze map hebt gestopt. Dan heb ik gewoon twee verschillende pingwings. Damn. Nou ja, natuurlijk. De village handmatig laten besneeuwen. Nou, Ben. Het was een korte map. Maar je hebt er veel moeite in gestoken. Dat zie ik. En ik vond hem echt leuk. Het was gewoon... Het was niet echt een parcours map. Of een quiz map of zo. Het was gewoon... Heb ik nou mijn zwaard veranderd van hand? Hoe deed ik dat? Kan ik hem ook terugkrijgen? What the fuck? Hoe heb ik dit nou weer gedaan? Ik heb hem aangetrokken. Ik had mijn zwaard aangetrokken. Oh mijn god, jongens. Ik versloop helemaal Minecraft. Maar in ieder geval... ik geef normaal geen cijfers. Maar Ben, jouw mapje krijgt van mij 9,9. Omdat die kort was. Dat is het enige mijn puntje. Maar verder was het een super toffe map. Dus ik wil jou bedanken voor het maken van deze map. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. What the fuck doe ik? Ik heb het weer gedaan. En tot de volgende video. Later!